dat hij het met krachttermen bevestigt. Nou, eens kijken wat hij dan zo belangrijk vindt. Daar staat hier dit. Hij is de Heer, onze God. Zijn besluiten gelden over de hele aarde. Wauw, oké. Verenigde Naties, horen jullie dat? Tot in eeuwigheid zal hij gedenken zijn belofte aan 1000 geslachten. En als je realiseert dat dit boek, de Tanach, dat wij het Oude Testament doen, als dat het alleen over Israël gaat, dan praat hij over de geslachten, 1000 geslachten van Israël. Nou, 1000 is maal 40 is al 40.000. Nou, zo lang bestaat aarde nog niet eens. Dus zijn belofte aan 1000 geslachten. En dan komt hij. Het verbond dat hij sloot met Abel. Voor Isaac bevestigde hij het met een eed. Voor Jacob verhief hij het tot een wet. En voor Israël tot een eeuwig verbond. Toen hij zei. Nou, wat vindt God nou zo belangrijk dat hij dat hier zo met een wet tot een wet verheft, bevestigd met een eed, verbond sluit. En dan zegt hij nog erbij, voor Israël is het tot een eeuwig verbond. Toen God zei, ik zal jou Israël Kanaan geven. Dat land wordt je onvervreemdbaar bezit. Heel Israël. Dus. En dat is het mooie. God heeft altijd gezegd, welke vreemdeling er ook in je land woont, die heeft dezelfde recht als jij, die heeft dezelfde zegen als jij, die mag vrij, frank en vrij daar wonen, maar het is mijn land, en ik heb het Israël gegeven. En die hebben dus het, even in onze woorden, het bestuur daarover. Dus je snapt dat als wereldwijd de hele wereld hierover valt, dat wij als kerk en wij als christen, wij moeten terug naar Gods woord. We moeten echt terug naar ons Gods woord. Want deze teksten die ik nu allemaal gelezen heb, nogmaals, ik blijf het herhalen, die staan er niet 10 keer in en niet 20 keer, die staan er zo nog gewoon. Dus, 10, jij staat te popen om iets te zeggen. Oh ja, het staat in Psalm 100, moet je opschrijven, Psalm 100, ook maar boven je bed. Psalm 105, vanaf vers 7. Dat zeg ik wel eens voor de grap, maar ik meen het eigenlijk wel. We zitten aan de overkant daar, die berg. En de berg die heet de Berg van de Boze Raad. Het komt door Achitofel. Dat was de adviseur van David. En die is toen overgestapt naar Absalom, zijn zoon die hem verraadt. Maar als Achitofel een advies gaf, dan zei iedereen altijd, het is net alsof God, nou, dat was geen profeet. Maar dit advies moeten we te harte nemen, want dit moet van God afkomen. Op het moment dat hij overstapte naar Absalom, toen zei God, die zei op een gegeven moment tegen de koning, luister niet naar het advies van Achitofel. En de man hoorde het, ging terug naar de plaats waar hij woonde, dat is Gilo, dat is een wijk even verderop, en heeft zichzelf opgehangen, staat in het woord. Vanaf dat moment, tot op de dag van vandaag, noemen de Joden die berg, de berg van de Boze Raad. En nu een knipoog van de Heer. Toen kwamen wat bezetters, onder andere de Romeinen, in het begin. Waar denk je dat ze hun belangrijkste post hadden? Dat was daar boven op die berg. Toen kwamen de Byzantijnen, de Mamelukken, wie hebben we meer gehad? De Turken. Oh, Turken hebben er een paar honderd jaar gezeten. En toen jaagden de Engelsen, die jaagden de Turken eruit. En waar denk je dat ze, waar die gasten allemaal gezeten hebben? Zeg maar. Allemaal boven op diezelfde berg. De berg van de Boze Raad. En wie zit er nu? Je kan hem zien, het gebouw met het vlaggetje erbovenop. Het is het gebouw van de Verenigde Naties. Nou, wie heeft een beetje een lekker luide stem? Ja, zag ik niet aan. Nou, ik wou eerst even, naar aanleiding van dit verhaal, wou ik even Psalm 2 doen. En in principe spreken we dit uit naar de naties. Wie zou het kunnen doen? Ja. Ja, lekker luid. Doe maar een beetje kant op voor de naties te duiden. Psalm 2, ja? Ja. Waarom woeden de volken en zinnen de naties op ijdelheid? Koningen der aarde scharen zich in slagwoorden en de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt, lacht. De Heer spreekt.
schop met hem. Dan spreekt hij tot hem in zijn toorn en verschrikt hem in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij. Mijn zoon, zei gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde, dien de Heren met vrezen en verheugt u met beven. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig alle die bij hem schuilen. Ja, die laatste regel vind ik altijd zo mooi erachteraan komen. Want we waarschuwen niet alleen zeg maar, de machthebbers van deze aarde. Maar we zeggen ook tegen hun van ja, maar dit is Gods doel. Ga bij hem schuilen. Er staat hier bewijs eer aan zijn zoon met een kus. En we weten dat Jezus is de enige geboren zoon. En Israël is de eerste geboren zoon. Dus dat betekent dat de naties worden opgeroepen om beide te verwelkomen met een kus.